kom je heen! Rust, rust, Kas. Rust, Mat! Ja, 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 Mat. Johnny, hey, kom eens op, man! Kijk je erbij! Hup, opschuiven, mannetje meer! Daar komt ie. Hey, kom op! Jorrit, even inzakken, Thomas. Los, los. Niels, Peter naar de midden. Ik heb het wel hier, hè? Peter, Sjoerd! Nee. Prima. Peter, de hobbels weg! Hup, voor het doel! Tik, tik! Voorzet! Maat weg! Hup, ja, alleen. Ja, niet doen. Langs de lijn. Hup, juist. Hey. Ga door, ga door. Hey, twee, twee, twee. Kom op. Hey. Hey. Ah. Die bal. God. Thank you.
En alle zes atleten waren ook aanwezig. Wie wordt nummer 1? Kom op, Ellen! Dat kan niet missen. Dat is de jonge dame in baan 3. Tessa Hogeveen van AAC 61. Een prachtige overwinning. Officieus 13:38. Zitten zoals oprecht door. Ja? Dus van de lijnen uit die ik al. Ja, we hebben de hele week getraind, dus kom op. Ja? Vol op de bal en niet de bal aan de buitenkant laten komen. Dat kan niet, dat kan niet. Hé, kom, hé! Boeza! Kom op, hé! Het is gewoon jammer dat we ons een beetje laten wegspelen door wat gemekker aan de overkant. Het is wel zo dat wij wel redelijk volleybal hebben laten zien. En dat is waar we op moeten teren. We moeten dit jaar absoluut niet kampioen willen worden, dan wel promoveren. Zodat we in een opbouwfase zijn. We hebben gezegd dit jaar vijfde plaats en we staan op derde, vierde plaats. Dus daar zijn we gewoon eigenlijk meer dan geslaagd op wat we wilden. En volgend jaar is een jaar om te oogsten, want het team blijft zoals nu is bij elkaar. Een nieltje daarbij, waarschijnlijk is het zo dat ik volgend jaar nog een jaar trainer ben van dit team. Dus het houdt in dat we door kunnen bouwen op de situatie zoals die nu is. Het is niet zo dat ik hier, ja, ik vind het jammer dat we niet gewonnen hebben. Je laat het laatste set redelijk liggen. De derde set is het net twee opslagfouten op het einde van de set. En dat is gewoon hartstikke jammer. Ja? Dus bedankt. Ik sta hier bij het Abel Lentstra stadion na een wedstrijd die zijn weerga eigenlijk niet kent. Het zou vandaag gaan over Twente tegen PSV, maar dit is een wedstrijd geweest. Daar wordt nog lang over nagepraat. Heerenveen kwam voor met 2-0, maar verliest de wedstrijd alsnog met 3-2. Onder meer door toedoen van Geert Arend Roorde. Hij maakte 2 goals voor Excelsior tegen Heerenveen. En hij werd door het publiek hier in het Abel Lentstra stadion luid bejubeld. En dat was ook een beetje een aanklacht tegen de club Heerenveen. Want die lieten de enige Fries uit de selectie gaan om in Rotterdam namens Rotterdam te gaan spelen. Ron Jans was na afloop echt helemaal verslagen. Hij was leeg. Hij was niet boos. Hij was niet verdrietig. Hij was leeg. Het gold voor heel veel mensen bij Heerenveen. Het feest was te halen natuurlijk bij Excelsior. En dan vooral de man van de wedstrijd, Geert Arend Roorda. Eerste helft speelde Heerenveen wel aardig, eerste kwartier. Scoorde natuurlijk vrij snel, maar daarna werd het wat minder. Dus je zag dat het vertrouwen in het team langzaam minder werd. We maken wel 2-0, maar de tweede helft was gewoon heel moeilijk. Spelers hebben bijna geen vertrouwen en dat ruikte eigenlijk Excelsior. En vandaar dat ze eigenlijk op die 2-1, 2-2, twee goede goals van Roorda, 3-2 maken. Dus het was eigenlijk een verdiende overwinning. Dus Heerenveen moet nog wel even aan de bak, willen ze dit jaar nog mee blijven doen. Dankjewel. Nou, wordt me hier zo spontaan gevraagd wat ik van de wedstrijd vond. Dan ben ik maar een eenvoudige buschauffeur die hier vandaag te gast is met allemaal sponsoren. Of mag dat niet? Ja, dat mag denk ik wel. Hij knikt niet, hij schudt niet, dus dat mag. Wat ik van de wedstrijd vond? Nou, ik ben buschauffeur, dus ik moest eerder weg. Dus ik heb gekeken totdat het 2-1 was voor Heerenveen. En wat heb ik gemist? Bezieling. Dus het is nu zaterdag, morgen is het zondag. Ik kom van de Veluwe, dus ik hoop dat morgen de bezieling, morgen is zondag, dat de bezieling morgen terug is. En dan wens ik Heerenveen heel veel succes toe, maar dan meer voor volgend seizoen. Dit was Henk Vis namens VTS. Ik groet u.
Heerenveen kwam voor met 2-0, maar verliest de wedstrijd alsnog met 3-2. Onder meer door toedoen van Geert Arend Roorda. Hij maakte 2 goals voor Excelsior tegen Heerenveen. En hij werd door het publiek hier in het Abel-Lenstra-stadion luid bejubeld.